Dit is Langstraat TV, uw regio in beeld en geluid. We staan op de zesde editie van Wollerstok met bij me natuurlijk weer een van de organisatoren, onze Maureen Barkley. Mo, hoe kom je erbij om zulk weer te bestellen voor een editie als de zesde voor Wollerstok? Ik was een aantal weken geleden was ik in Berkelenschot bij zo'n abdij en daar hadden ze een kapelletje en daar heb ik 4 kaarsjes gebrand. Ja, ze hebben toch geluisterd. Wil je er volgend jaar dan 1 branden alsjeblieft? Dan is het wat minder warm en is het toch heel lekker weer. Ik denk gewoon 2. Is meer dan zat. Wat voor een voorbereiding heb je gedaan aan Wollerstok 2015? Wij zijn echt heel gezegend met heel veel sponsoren. Dus is echt de unit waar Langstraat FM zit met On The Rocks. Die hebben van kleingeld gekregen. Nou, dat vond ik echt tof, want dat bouwbedrijf ken ik wel, maar verder ook niet, weet je wel. Maar dat was gewoon heel spontaan. En Bouwers of Metal die heeft ook gewoon een hoop gesponsord. Echt gewoon heel veel sponsoren. Plus de bands natuurlijk, hè, die sponsoren ook natuurlijk, want ze spelen voor niks. Nou heb je het woord sponsors al genoemd. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde bedrijven zijn die in Waalwijk natuurlijk aanzien hebben. Die zeggen van nou, het is natuurlijk best een goed evenement. Jullie hebben bewezen dat het levensvatbaar is met de zesde keer. Volgend jaar komt er ongetwijfeld weer een Wollerstok. Waar kunnen sponsoren zich nou aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden bij info@wollerstok.nl. Dat is mijn e-mailadres en daar kunnen ze zich voor opgeven. En praat je dan over bepaalde bedragen? Is er een minimumbedrag? Nee, want zelfs een particulier die mag ook sponsoren. Die komen dan op ons grote sponsorbord als vrienden van. Dat is een minimumbedrag van €50. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. Dan spreken we deze met je af. Ik wil volgend jaar op het bord staan. Dus bij deze in ieder geval de €50 toezegging van Baka. Ja, dat is goed. Oké, prima. Dank. Helemaal goed. Die sponsor ik dan. Nee, vind ik helemaal geweldig. Dank hoor, deze de afspraak. Mo, hartstikke bedankt voor je medewerking. Ja, hele fijne Wollerstok. Ja, en laten we zeggen op naar weer een hele succesvolle editie 2016. Ja, het is gewoon een zonnetje. Ik hou ervan. Ik wend er wel aan hoor. Bij mij kan het ook niet kapot. Nee, precies. Dankjewel Mo. Graag gedaan. Ik heb eindelijk een leeftijdsgenoot gevonden, een man die al jarenlang muziek maakt. Echt al vanaf school dat wij elkaar volgen en dat we elkaar kennen. Waar hebben wij ook weer op school gezeten? Nou ja, ik heb op de lagere school, de Jozefschool, gezeten bij de broeders. En daarna heb ik een jaartje Mollercollege gedaan. Ja. Dat is niet geweldig afgelopen, want ik was constant met mijn gedachten elders. En daarna Michamavo. Ja, wat hebben we nog meer gedaan? Ja, aangerotzooid ben. Ja. Heel veel en heel veel niks. Heel veel niks. Oh ja, ik heb ook nog een opleiding in de verpleging gedaan. En de ziekenzorg, want ik wilde de B-verpleging gaan doen. Maar ja, daar was ik te jong voor. Dus denk ik, weet je waar, ik ga de ziekenzorg doen en doe ik daarna wel de B-verpleging. Dan hebben we een klein beetje ook hetzelfde. Rock'n'roll, toen riep de rock'n'roll mij. En toen dacht ik van, hey ho, toen kon ik in bandjes gaan spelen en daar kon ik geld mee verdienen. En ik denk van, ja, seks, drugs, rock en roll. En dan, ja, dat is geen kiezen eigenlijk. Nee, het grijpt je. I think I love you, but I don't want
sure. De Wolkse Boys is niet meer. Maar man, wat heb ik daar toch altijd van genoten? Nou, de Wolkse Boys is niet meer. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Piet die wilde er op een gegeven moment mee ophouden. Jan is overleden, helaas. Maar Robbie en ik hebben nog een tijdje met Arjon Valk, de bassist van Is It, een trio, hebben we gerepeteerd. En dat zit dus in het vat. En dat verzuurt niet. Dus het kan goed zijn dat we binnen nou een jaartje dat we weer aan de gang gaan. En dan als Timo iets meer tijd heeft om... Maar die heeft natuurlijk niet meer tijd, die krijgt alleen maar minder tijd. Ja. Maar hij heeft een strak schema, maar er vallen wel afspraken te maken. Dus het kan goed zijn dat dat nog een keer terugkomt. She make me feel so good, Lord. She make me feel all right. And her name is Chief. En nu heb je een nieuwe band waar je vandaag mee opgetreden op Wolkstok 2015. Ja. Dat is? De Autistic Cowboys. Hoe kom je erop? Ja. Was eigenlijk het was de eerste naam die in me opkwam. En dan denk je, ja, dan moet ik dat maar doen. Autistic Cowboys. Ik vind cowboys, vond ik altijd iets autistisch hebben. Die zitten daar maar in een eentje in de woestijn. Vroeger keken we altijd naar High Chaparral en naar... nog vroeger dinges met Clint Eastwood. Hoe heet het niet ook alweer? Ja. The Good, The Bad and The Ugly enzovoort. Ja, maar hij had ook een televisieserie in de jaren 60. Zo'n zwart-wit serie. 4,65 kwam die op tv. Godverdorie, hoe heet die serie nou? Met Clint Eastwood? Richard, hoe heet die... Die serie weer met Clint Eastwood op tv. In de jaren 60. Zwart-wit. Rawhide. Ja, Rawhide. Rawhide, yippie. Ja. Precies. Rollen. Nou, en toen dan zaten ze s'avonds aan de kampvuur. Een beetje eenzaam te zijn. Maar ook in hun eigen wereldje. En ze zaten allemaal samen. Dus je zou zeggen, nou, het schept een band. Nee, ze leefden met elkaar langs elkaar heen. Ja. En dat is dus ook het uitgangspunt van deze mensen. Allemaal verschillende karakters. Mensen die elkaar al jaren kennen. Iedereen zou zeggen, nou, jullie zijn een echte vriendenclub. We lachen inderdaad wat af. Maar we leven echt professioneel, op een bijna professionele manier. Met elkaar, langs elkaar heen. In volledige harmonie. Hartstikke bedankt, jongen. Ja, jij ook nog bedankt. Dankjewel. Cameraman, dank u wel. Kijkers thuis, heel hartelijk bedankt. En ik zou zeggen... Proost, geniet ervan. We drinken er nog een op. Hey, het is nog rustig, maar je bent natuurlijk wel een van de vaste crewmembers die ieder jaar gewoon weer de bar bedienen en de mensen voorzien van een natje en een droogje. Klopt. Ja. Ook voor jou de vijfde, zesde keer al? Ja, elk jaar present geweest. Ieder jaar, ja. Wat vond je tot nu toe de beste editie? Het eerste jaar. Ja, vertel. Het eerste jaar prachtigste weer geweest. Nou is het eigenlijk een beetje te warm. En daarna hebben we eigenlijk elk jaar een beetje slecht weer gehad. Er was wel meer volk. En dus ik hoop eigenlijk dat we een buitje krijgen dat misschien het volk nog komt.
Wat denk je van morgen? Want morgen natuurlijk de houseband is het. Ja, met Friends. Ja, ik weet eigenlijk gewoon dat het natuurlijk weer een succesvolle editie wordt. Zeker op de zondag. Ja, denk het ook. Nou kennen we jou natuurlijk niet alleen maar van achter de bar bij Wollerstok. Ja, maar je bent ook een van de meest gevierde carnavalsvierders hier in Waalwijk. Ja, nog steeds? Ja, alleen afgelopen jaar ben ik een beetje passief geweest, maar... Volgend jaar ga ik er weer tegen dan natuurlijk. Helemaal goed. Met andere woorden, Waalwijk kan je niet missen wat carnaval aangaat. Weet er alles van. Kerel, succes. Hartstikke bedankt voor je medewerking. Dankjewel. We staan hier bij de stand van Baka. Voor mij absoluut geen onbekende, want ik ben er zelf lid van. Ik heb bij me staan de man die eigenlijk alles op het gebied van security weet. Normaal doe ik het woord, maar nu sta ik aan de andere kant van de camera. Ik heb bij me staan Eagle Eye. Eagle Eye, jullie voor de tweede keer hier op Wollerstok. En uit de vergadering heb ik begrepen dat jullie dit evenement absoluut niet willen missen. Wat houdt Wollerstok voor Baka in? Sowieso een heel mooi festival. Gewoon de hele gebeurtenis op zich is gewoon... Een verademing en gewoon voor ons ook een hele mooie plaats om ons te promoten en te laten zien wat wij doen en hoe wij groeien door de jaren heen. Nou moet deze motorvereniging het hebben van de sponsoren, de giften en de verkoop van de merchandise. Is het een beetje succesvol al? Ik mag niet klagen. Het avondnamt het warme weer. Er zijn er toch veel mensen die ons graag een stuntje in de rug geven. Met andere woorden, als ik heel eventjes terug mag kijken, is het voor jullie nu al succesvol? En ben je er volgend jaar 2016 weer bij een Wollerstok 2016? Wij zijn er graag bij. Dan bij deze de uitnodiging alvast. Dankjewel. Dankjewel. Groetjes, bedankt. Die verantwoordelijk is voor de artiestencatering. Hoeveel worst heb je al weggewerkt. Je vult het zelf in. Ja, ik had zoiets. Ja. Wat de oer. Ja. Hoe is het op je afwerkplek? Is het... Vier blikken, dus valt nog mee. Vier blikken worst weggewerkt. 40 kus. Ik hoorde het mezelf zeggen, dat kan helemaal niet. Dat je dat denkt, dat kan helemaal niet. Ik heb de dame van de artiestencatering hier bij me zitten. Je hebt het heel erg goed voor elkaar. Want er staat werkelijk koelkasten vol met koude dranken. Ja, je hebt voor de artiesten broodjes. Je hebt knakworsten erbij. Je hebt, om daarmee even een heilig huisje in te schoppen. Maar er is ook fruit aanwezig. Ja. Hoe kom je daar in vredesnaam bij? Bananen, appels, meloen?
Ja, met de twee moet ik wel goed zorgen voor iedereen. Hè. En ik doe het graag, ik ben een verzorgd persoon. Dus ik vind het wel leuk iedere keer om backstage voor de mannen het eten te maken allemaal. Is het eerste jaar dat je meedraait? Nee, ik ben ieder jaar ben ik altijd. Ieder jaar, dus je bent ook al met je zesde editie bezig? Ja, ja. Ja, maar altijd een beetje achter de coulissen, altijd een beetje nooit echt op de voorgrond? Nee, nooit, niet echt. Nee. Of achter de bar of zo, maar het liefst ben ik gewoon zo achter het verzorgende doen voor de mannen. Dat zijn vaak toch de meest belangrijke medewerkers, ja. Hè? Die mensen die daar iedere keer maar de zorg hebben voor een ander. Ja. Het was weer een eer dat ik weer gevraagd was om backstage guest woman te zijn. Geweldig toch? Ja. Volgend jaar heb je je uitnodiging al te pakken? Ja, zeker. Top. Dan gaan we elkaar volgend jaar weer zien. Ja, zo doen we zo. Dan gaan we weer praten over de worst. Over de worstjes, ja. Geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. Bij me staan Jeroen, de leadzanger van de Texas Renegades. Je hebt net op Wolkstok opgetreden. Was het de eerste keer voor je dat je hier stond? Ja, was de eerste keer. En beviel goed, moet ik zeggen. Maar we hebben het te danken aan Harry, onze steelgitarist. Die man die probeert het al 3 jaar voor ons te regelen. Dus, en dat is hem gelukt. Okay. Is het de eerste keer dat je voor zo'n grote menigte staat? Of zeg je van, hey, we zijn wel meer gewend? Nee, we zijn wel veel meer gewend, moet ik zeggen. Ja. Veel meer gewend? Ja, vertel alle hoogtepunten van de Texas Renegades. Nou ja, dus, we spelen al meer dan 10, 12 jaar internationaal. En dat varieert eigenlijk door heel Europa. En een van de grootste festivals is met 25.000 man. En dan puur alleen voor country muziek. Dus dat was wel heel apart. En dat was in Frankrijk. Als ik ga kijken naar de countrymuziek, dat is natuurlijk toch een bepaald slag mensen wat daar van houdt. Maar hier deinst alles mee. Ja, maar dat vind ik ook veel mooier. Kijk, dit publiek, dat als wij het publiek overal kunnen pakken met de muziek die we maken. En dan hangt natuurlijk ook af welke nummers dat je uitkiest. Dan is dat natuurlijk super. Maar als het alleen maar op line dance gericht, hoe moet ik wel zeggen, mensen zijn, dan zit er niet veel aan country liefhebbers bij. Ja. En dit is natuurlijk spelen de muziek voor iedereen. En dan zie je maar dat het helemaal, country muziek is niet specifiek voor mensen in line dance tenues. Nee, want ik zie af en toe mensen dat ik denk van jullie staan te zingen. En dan staan mensen gewoon compleet feest te vieren. Ja, maar je ziet aan de andere kant ook weer mensen die toch het line dance weer beheersen. Ja, dat klopt. Maar ja, die mensen die line, nogmaals, ik denk, het is wel, met line dance is het een beetje met country begonnen. Maar eigenlijk heeft het weinig met elkaar te maken. Ain't it funny how the tents reminds me of the Colorado. And the sound of children laughing sounds the same all around the world. And the ringing of the big band reminds me of each other. Want in Amerika is het natuurlijk groots. Ja, country is in Amerika uitgevonden. Ja, en er zijn zelfs Nederlanders bij die hier in Nederland een programma maken wat country muziek aan gaat en wat in Tennessee, Nashville, Tennessee uitgezonden wordt. Ja, dat klopt. Country muziek is natuurlijk dat is de bakermat van alles. Maar kijk, als je daar nou bijvoorbeeld ook de line dancers bekijkt, tussen haakjes, dan wordt gewoon de two-step gedanst en de dansen de mannen ook gewoon helemaal los en vrij. En dat is niet zoals hier overal het uitgedost zijn met. En, Amerika is natuurlijk, daar komt het vandaan.
Nou ken ik kroegen in Amerika. Daar treden de bands op. Bluesbands, maar ook country western, natuurlijk ook andere bands. Maar die hebben een raster voor het podium gemaakt. En als het niet bevalt, dan mogen de mensen er alles naartoe gooien wat ze maar willen. Dat lijkt me toch een waanzinnige ervaring als je dat een keer mag meemaken. Ja. We hebben het één keer meegemaakt. Het was heel apart. Het is ook heel vreemd, want ook al hangt dat ding ervoor. Het is heel vreemd als er iets op je afkomt. Als we meer... Gemeen, zeggen ze dan. Nee, natuurlijk. Nee, maar je krijgt van alles naar je hoofd. Bier en bla 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 bla. Ja, een goed shot optrekken. Nee, als het nou gewoon geld was wat er tussendoor kon, dan had ik er niet zo'n problemen mee. Dat gebeurt niet. Als we wat meer willen weten over de Texas Renegades, welke website mogen we gaan bezoeken? www.texasrenegade.com. Helemaal goed. Ik dank je heel vriendelijk, Jeroen, voor de medewerking aan het programma. Ja, gedaan. Dankjewel. Hi. Ik heb een dame voor me staan die een groot fan is van de Texas Renegades. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, is dat ik heb begrepen dat je wereldkampioen bent in line dansen. Ja, klopt. Dat is me 2 keer gelukt. Ja. Laat ik beginnen met om te vragen naar je naam. Ik ben Yvonne Verhagen. En ja. Mag ik Yvonne zeggen? Ja, zeker. Ja. Yvonne, hoe word je wereldkampioen line dansen? Is het 2 keer achter elkaar gelukt of zit daar nog wat tussen? Nee, het is 2 keer achter elkaar gelukt en daarna nog een keer met team. Dus dat was dubbel pret, zeg maar. Ja, en hoe word je dat? Door gewoon heel intensief te trainen en dat het je passie is, natuurlijk. Wat maakt nou een goede line dancer? Wat maakt nou een goede lijn? Ik denk het belangrijkste is dat je er plezier in hebt en dat je er hard voor hebt. En dan komt de rest vanzelf. Hoeveel uur train je nou zelf zo per week? Nou, ik ben op het moment niet met wedstrijden bezig. Op het moment hebben we een hele mooie theatershow. Ook met deze band. Andere vocalisten, maar in ieder geval theatershow. Maar voor de wedstrijden train je echt elke dag een paar uur. Een paar uur? Ja, zeker. Als je echt in de top wil blijven zitten, dan moet je een paar uur per dag trainen. Anders dan... Nou heb ik heel weinig kennis van line dancen, dat moet je me vergeven. Maar ik heb wel eens begrepen dat je begint met een two-step. Nou nee, dat is maar net waar jouw leraar of lerares opduikt, zeg maar mee begint. Maar niet definitief met een two-step. Maar ja, je kan het op alle niveaus doen. Want heel veel denken, oh ja, line dance. Maar met alle respect, mijn moeder doet line dance. Ja, en dan heb je 16-jarigen die doen line dance. En ja, dat is gewoon... Ja, heel vet, zoals ze dat dan... Ik zie het wel eens en dan denk ik van nou, het is wel een samenhorigheid, want je moet het wel samen doen. Als er eentje buiten de pot pist, bij wijze van spreken, met een verkeerd stapje, ja, dan is het hele effect weg. Ja, dat klopt. Dat is ook wel zo. Al is dat in wedstrijden weer een stukje anders, want dan moet je juist opvallen natuurlijk. Hè? Dan moet je juist wat doen om te laten zien van, nou, dat kan ik net iets beter als de rest. Oké, en waardoor val je dan op? Dat kan door van alles zijn. Dat kan natuurlijk uitstraling zijn, dat kan techniek zijn, dat kan variaties zijn. Dus een stukje fantasie wat je gebruikt op de muziek. Dat kan echt van alles zijn. Is line dancen nog steeds heel groot hier in Nederland? Ja, stiekem toch nog steeds wel. Het is een hype geweest. Dat hype is er natuurlijk af. Hè. Er is op een gegeven moment Zumba gekomen. Dus eerst gaan alle huisvrouwen, als ik het zo maar mag zeggen, gaan aqua joggen. Dan gaan ze line dansen. En nu zijn ze met Zumba bezig. De diehards blijven over. Maar het is nog steeds wel erg hip. Maar je kan het echt... Ja, het gebeurt op country muziek. Maar line dance gebeurt ook op moderne muziek. En ja, het is echt voor jong en oud. Dus. Met andere woorden, line dance is niet meer weg te denken uit de jaren 2000. Nee. Ja, goed. Dankjewel voor je medewerking. Graag gedaan. Tot ziens. Let it go down to your love again. And you will love me if I'm sorry.
Ik heb naast me de Jungle Light. Dus voor de eerste keer dit jaar ben je stage manager. Ja, het loopt heel erg vlotjes allemaal. Mag ik je daar al voor complimenteren? Ja, dat vind ik heel erg fijn hoor. Het loopt allemaal op tijd, het is gewoon helemaal goed. Ja, vond je het geen uitdaging om dat van Bert over te nemen? Ja, kijk, Bart is iemand apart natuurlijk. Die is daar heel erg goed in. Voor mij is dat natuurlijk een extraatje vanwege van Lorenzo. Ja. Dus, en dat is voor mij, dat doen we wel heel erg goed, laat ik het zo zeggen. Dan gaat alles al een beetje makkelijker. Denk ik. Helemaal waar. Maar wat heb je nou nodig om een goede stage manager te zijn? Ja, gewoon rustig blijven. Ik denk dat het belangrijkste is. Ondanks de druk van alles? Ja. Want de bands lopen tegen je aan te zeiken. Ja, het publiek loopt tegen je aan te zeiken. Dat mens van die worsten loopt tegen je aan te zeiken. Ik loop tegen je aan te zeiken. Wat een zeikbaan heb jij. Ja, heerlijk. Echt waar? Ja, dan moet je gewoon wat tegenkennen. Er loopt altijd wel zeikers rond, denk ik. Of niet dan. Wat verwacht je van vandaag verder en vanmorgen? Want het is natuurlijk bloedheet. Dat heeft gevolgen voor de opkomst. Weet je, Wolkstok blijft toch altijd Wolkstok. Heel veel vrienden en mensen bij elkaar die allemaal hetzelfde willen. En vooral voor Mo en voor Paul. Ja, daar doe je het eigenlijk gewoon voor. Helemaal goed. Als je ziet wat Paul en Mo eigenlijk al voor de hele gemeenschap eigenlijk al betekenen. Wat af en toe ook als van denk van ja, hey, steun ze nou eens een keer beter op een andere manier. Op een betere... Ja. Ja, laat ze zo prettig in het nieuws komen. Ja. Ja. Django, bedankt voor je medewerking aan het programma. Ja. Dankjewel, kerel. Geen probleem. Dankjewel. Ja. Lay my head on a surgeon's table. Take my fingerprints if you are able. Pick my brains, pick my pockets. Steal my eyeballs and come back for the sockets. Run every contest from A to Z. Still know nothing about me. Run my name through your computer. Mention me in passing to your college tutor. Check my records, check my facts. Check if I paid my income tax. Pour over everything, my CV. Still know nothing about me. Een man die eigenlijk vanaf het begin af aan al aanwezig is, maar altijd wordt vergeten, is de man met het beste ijs van Waalwijk. Dat klopt. Onze ijsboerken. Ik doe het al langzaam, ik doe het al meer dan 51 jaar dus. 51 jaar het ijs? Ja, rij ik hier rond hier in Waalwijk dus. Ja, want iedere avond op mijn woonerf, waar ik dan zelf woon, dan hoor ik je belletje en denk ik, dan komt hij weer. Dat klopt, 7 dagen in de week dus. Ja, geweldig toch? Geweldig, ik maak het ijs ook allemaal zelf. Maar is dit niet te warm? Nee hoor, nou niet hoor. Nee. Kan jouw koeling het wel aan? Ja, die kent het wel aan. Ik heb een hele goede koeling dus. Hele goede koeling. Dus. Hey, je zegt het net al, je maakt alles zelf hè? Ja, alles zelf. Het is toch nog een ambacht? Ja, daar wordt niet veel mee gedaan. Nee. Het meeste is allemaal fabrieksijs. Ja, precies. Komt allemaal uit België dus. Ja. Maar ik hoor jou s'avonds langs rijden ja, en dan is het weer een kwartier, 20 minuten stil. Want dan sta je volop te scheppen, want iedereen kent je ook hè? Iedereen die kent mij. Als ik al meer dan 51 jaar rondrijd, dan kennen ze onderhand wel. Hé, nou mag ik het normaal niet vragen, hè, Thijs. Maar wat is nou het geheim van een goed ijsje? Een goed ijs? Ja, het goed ijs. Is het een melk of een toevoeging? Of... Nee, een melk. Ik maak alles op melkbasis. Oké. Ik gebruik geen kleurstoffen, helemaal niks. Allemaal goede producten. Met andere woorden, je, als je een ijsje eet bij Thijs, bij het ijsboerken, dan heb je ook nog een gezond ijsje. Ja, een gezond ijsje, ja. Zonder kleurstof erin. Hoeveel ijsjes verkoop je nou zo gemiddeld hier op zo'n weekend? Of is het een geheim voor de belasting? Oh. 75 tot 100 liter per dag. Hallo? Ja. Dus, en zeker met deze dagen. Ben ik toch blij dat ik niet doorgeleerd heb. Ja, dat is waar. Dat mag ik eens zeggen, ja. Het is altijd werken, mij. Dat zie je wel. Onvoorstelbaar. Kerel, je bent weer helemaal terug in je oude doen. Ja. Ja, je bent een tijdje uit de relatie geweest in verband met wat ziektes enzovoorts. Ja, dat klopt. Ik vind het heerlijk om je hier weer te zien staan. Ja, en je blijft voor mij de ijstovenaar van Waalwijk. Dat klopt. Daar heb ik gelijk in. Dankjewel, Thijs. Ik ken hem allemaal. Okay. Helemaal goed. Dankjewel. Goed zo. Bedankt, hè. Er staan weer handen voor je, jongen. We gaan weer aan de gang. Oké, dankjewel, Thijs. Okay. Hoi. Ik kan natuurlijk beginnen met een one-liner. Koning, keizer, admiraal, pissen en poepen moeten ze allemaal. Ja, maar het is jouw handel natuurlijk, hè? Mijn handel. Maar mijn handel loopt niet zo goed vandaag, dus ik ben een beetje aan het bijhaken. Je bent een beetje aan het beunen. Want stemmen en inhaken. Niet zo goed voor de handel? Te warm of te weinig publiek? Of het verdampt in je lichaam? Ik denk het ook, ja. Te weinig publiek en wat ze drinken, er wordt gelijk verdampt. Maar... ik vind het niet erg. Ik heb lekker voor een heel jaar wc-papier thuis straks. Is dat het wc-papier wat naar komkommer ruikt? Ja,
Die heb ik ook, ja. Ja, want er kwam net iemand naar me toe, die was bij je geweest. Die kwam met een toiletrol. Ik zei, nou, er is wel een heel hoog campinggehalte dit. Ze zei, nee, dat is helemaal waanzinnig. Die ruikt naar komkommer. En ik ruik, ik denk, verrek, dan hebben ze nog komkommer ook. Ja, nee, dat is echt waar. Dat is iets nieuws. Niet allemaal hoor, maar ik heb zo een paar verrassingstoiletjes en daar ruik ik naar komkommer. Geweldig. Ja, leuk hè. Je hebt wel een hele mooie wolkstok aansteker omhangen. Ja, goed hè. Is het geweldig. En voor hoeveel? €5. Ja, en morgen ook nog? Ja, als jij hem wil hebben, dan bewaar ik hem voor jou. Nou, vooruit. Ja? Ja, ik rook niet, maar goed. We staan bij ons bij Clown Fluppy, een van de meest bekende ballonnenclowns die we hier in deze regio hebben. Man, wat zie je eruit? Lekker hè? Ja, ik had de boel even bewaken dadelijk. Je moet toch kapot gaan met het weer? Nee, want het is geen echte pistool. Oh, gelukkig, maar ik maakte me al zorgen. Ik denk, alles voor de kinderen. Maar ik doe wel pang zeggen. Toch wel? Ja. Als je hem bij je oor laat klappen. Ook. Maar hij doet pang. Vooral als het dadelijk de zon weer gaat schijnen, dan zeg ik die pang. Maar daar heb je een klein beetje problemen mee vandaag. Hè? De ballonnen die kunnen maar tot een bepaald aantal graden blijven ze heel. Het is warm. Ja. En daar hebben de ballonnen last van. Jij niet zozeer, maar de ballonnen. Ik heb er geen last van. Nee. Ja. Hoeveel ballonnen heb je al gemaakt vandaag? Een stuk of 10. Oh, dat valt nog mee. Ja, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Ja, de rest had je nog van de vorige klus. Die had je nog staan. Ja, die had ik nog over van gisteren. Helemaal goed. En nou ga je de kinderen amuseren met een ballonnenpuzzel. Dan zijn ze weg dadelijk. Oh, dat doe ik heerlijk. Ik doe niks liever als kinderen bang maken. Dan kan ik dadelijk gaan zitten. Helemaal goed. Kerel, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.
Het Bewaarde Land is een project voor kinderen van de basisschool. Daar gaan we 3 dagen mee de natuur in. En die kinderen gaan we in 3 dagen gaan we proberen te leren dat ze van de natuur genieten. Door allerlei vormen van spelletjes. Zelf in een sloot scheppen en onderzoeken met opzoekkaarten wat er nou in een sloot leeft. Nou gaat u scheppen met die kinderen. Ja. Wat zou u nou willen wat er nog een keer het liefst boven water kwam? Buiten een zak geld, maar... Wat is nou bijna uitgestorven van u zegt van nou, dat is heel, heel bijzonder als je dat nog vangt? Nou, wat ik wil vertellen over de waterkwaliteit. Vroeger was daar de wasserij uit Tilburg die daarop loosde. En als je dan in dat gebied van Udenhout kwam, dan zag je ook de schuimvlokken zag je op het water drijven. En dat droog ook heel sterk naar zeep. Maar de laatste 6-7 jaar is het eigenlijk zo opgeschoond dat er groeien weer waterplanten. Dus er komen vanzelf komt er weer levend materiaal de sloot in. Hè. We vinden dus nu ook weer kikkervisjes, stekelbaarsjes. Op sommige plaatsen zitten grondeltjes. Dus er komt steeds meer dierlijk leven komt er weer in die zandlei. En het water is ook vrij helder. Dus het schoont ze eigenlijk op. Dus er komt steeds meer leven komt er weer terug in het water. Oké, geweldig. Als mensen er zouden zijn die op dit moment tv kijken, die denken van nou... Dat is wel een leuk idee voor onze school. Of misschien voor een groep kinderen om eventueel een verjaardag te vieren. Is een keer weer heel wat anders natuurlijk. Ja, mag dat ook bij u? Ja, we hebben een site. En daar is allerlei informatie op te krijgen. En er zijn ook telefoonnummers op te vinden. En daar zou men contact kunnen leggen. Ja. Het minimaal aantal kinderen wat daar aan deel mag nemen. Heeft u daar een minimaal aan verbonden? Kinderen komen in groepen. Die kiezen voor een element. Hè. We hebben het element water, element lucht, element vuur en element kleur. Kinderen komen dan in de groep en dan heb je een groepje van een man of 8. En soms is dat gevarieerd, jongens en meisjes. En soms heb je alleen jongens in de groep zitten. Maar dat zijn meestal kinderen van een basisschool. Dus groep 4, 5, 6. Laat ik zeggen, heel veel succes met de missie die u heeft om kinderen toch weer het bewaarde land te laten ontdekken. Ja, heel fijn dat we dat mochten vertellen. Dank u wel. Dank u wel, tot ziens.